Groep 7 van gereformeerde basisschool De Prinshof in Leeuwarden heeft de wedstrijd gewonnen van het onderwijsproject Wie is de Meu? Ter gelegenheid daarvan brachten prinses Marijke Meu en haar man, Fries stadhouder Johan Willem Friso, een bezoek aan de klas en trakteerden zij op taartjes. Volgens Ieteke van de Vecht van het Historisch Centrum Leeuwarden is het verhaal van Marijke Meu van belang. Het is groep 7 en groep 7 krijgt op school, op de basisschool, les over de 18e eeuw, over de verlichting. En Maria Louise, ja, die dateert uit die eeuw, uit de 18e eeuw. Ze was de laatste prinses die in Leeuwarden leefde. En zij is de overgrootmoeder van koning Willem-Alexander. Dus het is voor de kinderen heel belangrijk om te weten wat de geschiedenis van Leeuwarden is. En wat voor rol Leeuwarden gespeeld heeft met het voortbestaan van het huidige koningshuis. Volgend jaar wordt het onderwijsproject Wie is de Meu herhaald. Ook heel slim, hè, die kinderen. Ja, anders dan in onze tijd. Zeker. Maar goed. Ja. Ja. En heeft de taart een beetje gesmaakt? Wij hebben dat zelf niet gehad, maar die kinderen waren super blij met die hofdames. Want dat hebben we gegeven, hè, hofdames. Ja, leuk is dat.